24 kunstenaars uit onze regio gaan meewerken aan de internationale kunstexpositie Art Spectrum 600. Slechts 6 van hen gaan daarin samenwerken met Chinese kunstenaars uit Hangzhou. Gisteravond werden de namen bekendgemaakt door burgemeester Heijmans. Bij Art Issues Gallery in de Beekstraat was de spanning gisteravond voelbaar. 24 kunstenaars uit onze regio doen mee aan de Chinees weerd getinte kunstexpositie Art Spectrum 600. Die vindt plaats van 9 mei tot en met 26 juni en is onderdeel van het jubileumprogramma Weerd 600 jaar stad. 6 kunstenaars doen in die periode 1 week mee aan een live uitwisseling met 6 Chinese kunstenaars. Burgemeester Heijmans maakte gisteravond de namen bekend. De 6 Weerder kunstenaars zijn Theo Derksen, Rob Kars, Ankie Ramakers, Johanny van Tuul, Bernard Visser en Rina Willekens. Zij zullen samen met hun Chinese collega's, die daarvoor speciaal naar Weert komen, in verschillende ateliers aan de slag gaan. Bij het kiezen van de 6 is gekeken naar het vermogen tot verbeelding van het thema, originaliteit, zeggingskracht en materiaalgebruik. Ook een juiste balans tussen startende en meer ervaren kunstenaars en de verhouding man-vrouw hebben tot deze keuze geleid. De 6 kunstwerken die samen met de Chinese kunstenaars tot stand komen, worden in het nieuwe gemeentehuis aan de Driesveldlaan tentoongesteld. Vanmorgen gingen de kinderen van de Stichting Educaat met een lege maag naar school. Normaal gesproken mag dat natuurlijk niet, maar vandaag was het de bedoeling dat de kinderen op school hun boterhammetje opaten tijdens het nationale voorleesontbijt. Zo ook hier op de Brede School Moezel. Kinderen mochten verkleed naar school komen als ridder, prinses of landjonker. Dit had namelijk alles te maken met het thema van dit jaar, namelijk Weert 600 jaar stad. Het voorleesontbijt is het startschot voor het jaarlijkse leesbevorderingstraject dat dit jaar de titel Educaat leest Weert heeft. In alle klassen werd voorgelezen door speciale genodigden. Want lezen en voorlezen is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Het is bewezen dat voorlezen een positief effect heeft op woordenschat, op spelling en tekstbegrip. Maar goed luisteren kan natuurlijk niet met een lege maag. Dus werd er lekker ontbeten en werden alle kinderen ook nog eens getrakteerd op plaai van Antje van de Statie. Een van de gasten was ook oud-prins Ton Cornelissen. Die vertelde over zijn dagen als prins van Weert. De nationale voorleesdagen duren nog tot en met 1 februari. Naast de activiteiten op de scholen besteedt ook het Bibliocenter heel veel aandacht aan de voorleesdagen. Er worden zaterdag 2 speciale voorstellingen voor peuters en kleuters gegeven over een krokodil naar het gelijknamige prentenboek van het jaar. Respect, veiligheid en verbinding in de wijk. Die normen en waarden staan bij Brede School Markeend zo hoog in het vaandel dat de leerkrachten er samen een nieuw kinderboek over hebben geschreven. Vanmorgen werd het nieuwe boek bij boekhandel Tillemans gepresenteerd. Het boek heeft de titel Hoe Eentje Markeentje werd. Het is geschreven door leerkrachten van de school naar aanleiding van input van ouders en medewerkers van kinderopvang Humanitas, Punt Welzijn en de voor- en vroegschoolse educatie. Tijdens een inventarisatie over welke normen en waarden op school belangrijk zijn, kwamen 3 aspecten naar voren. En dat waren respect, veiligheid en verbinding in de wijk. Deze 3 normen en waarden worden in het nieuwe kinderboek gesymboliseerd. Het boek is tot stand gekomen dankzij de financiële ondersteuning van Wonen Limburg en de Oudervereniging. Het boek is geïllustreerd door de Weertse Steffi Padmos en de vormgeving is verzorgd door Hans Monen. Alle kinderen van Brede School Markeend kregen vandaag tijdens het nationale voorleesontbijt een gratis exemplaar aangeboden. Het boek is vanaf vandaag te kopen bij boekhandel Tindemans. En op 14 februari dan zal professionele verhalenvertelster Barbara de Vries het kinderboek voorlezen aan de bewoners van Keent tijdens het wijkontbijt. De PvdA Weert is verbaasd dat er nog steeds geen concrete uitvoering is gegeven aan een 2-tal vragen die de partij ruim 2 jaar geleden heeft gesteld. Het betreft het vervangen van onleesbare straatnaamborden en of er nu wel of geen gedenkteken komt voor de overleden zanger Johnny Hoes.
In een nieuwe brief vraagt de PvdA opheldering van het college van BMW. Er zijn hier en daar in Weert nogal wat straatnaamborden te bekennen die door verwering onherkenbaar of onleesbaar zijn. Dit feit is al enkele jaren een doorn in het oog voor de Weerter PvdA-fractie. In augustus 2011 vroeg de partij in een brief aan het college van BMW of ze hiervan op de hoogte was en of ze dit ging verhelpen. Technasiumleerlingen van het college gingen later dat jaar aan de slag om borden te ontwerpen die bestand zijn tegen weer en wind. De resultaten van het project werden vervolgens gebundeld in een adviesrapport voor de gemeente. Tot op heden is hier niets mee gedaan. Vandaar dat de PvdA opnieuw in een brief aan het college van BMW de kwestie onder de aandacht brengt. Daarin vraagt de partij wanneer met het vervangen van onleesbare straatnaamborden wordt begonnen en of de voorstellen van het schoolproject ook nog worden meegenomen. In diezelfde brief vraagt de PvdA wat de status is van een gedenkteken voor Johnny Hoes. Volgens de partij heeft de in 2011 overleden zanger een grote bijdrage geleverd aan de bedrijfsontwikkeling en naamsbekendheid van Weert. De PvdA stelde ruim 2 jaar geleden voor om te bezien of in de omgeving Stationskwartier, waar Hoes jarenlang woonde, een gedenkteken geplaatst kon worden. En ook hierop heeft de partij nog geen uitsluitsel mogen ontvangen. En de nieuwe brief is momenteel in behandeling. En hopelijk laat het antwoord dit keer niet zo lang op zich wachten. Timor Steffens is misschien niet een naam waarbij direct een belletje gaat rinkelen. Toch is deze Limburgse danser een bekende in de internationale danswereld. Gisteravond was hij in de Poort van Limburg en gaf daar 2 workshops. Volle bak in de Poort van Limburg. Veel enthousiaste dansers, vooral meisjes, hadden zich aangemeld voor een van de 2 workshops van Timor Steffens. Deze 26-jarige professionele danser werd in Roermond geboren. In 2008 werd hij 2e bij So You Think You Can Dance en vertrok hij naar de Verenigde Staten. En daarna ging het hard. Hij werkte met wereldberoemde artiesten zoals Michael Jackson, Beyoncé, Whitney Houston en Britney Spears. Maar het meeste is hij misschien nog wel in het nieuws vanwege zijn vermeende relatie met de 55-jarige zangeres Madonna. In de Poort liet hij zijn dance moves zien en gaf hij eerst een workshop voor dansers van 8 tot 18 jaar. De 2e workshop was voor 18 jaar en ouder. En na elke danssessie was het ook nog mogelijk om met Timor op de foto te gaan. De hip-hop fusion urban dance workshops werden georganiseerd door dansschool The Big Experience. En dan kunt u nu kijken naar de eerste aflevering van Weert zoals het was. In het kader van Weert 600 jaar stad nemen we u iedere maand mee naar het verleden. De 12-delige serie is gemaakt door Weertenaar Matt Ramakers en het commentaar wordt beurtelings verzorgd in het dialect door Frans Adriaans of in het Nederlands door Jan Leenders. Op een hoek van de Maastraat en de Langstraat, Nieuw Siebel, zien het post- en telegraafkantoor. Links op een hoek wordt de groentjeszaak van Kneepjes, later wordt het fotozaak Sobber. Pieter op de Maastraat rechtsslachterij Kriemers en links kunstatelier Esser. Dan even de ijzerzaak van Verhagen en Pieter op het monumentale pand van dokter De Pont. De Weentje van 1940.
Hier is de snierploeg aan het werk in de Maastrot. Het snierruime gebeurt je toen nog met man- en paardenkracht. De Maastrot gezien vanaf de Emmensingel in 1917, in de Eerste Wereldoorlog. In Weert worden toen veel soldaten gelegerd die dienstdien als grenstroepen. Rechts is nog de afrastering van de Maasporterbrug over de Graaf te zien en links café de Tramhalt. Vanaf de Maastrot zien we in 1900 in de Langstrot links de horlogezaak van Dirks, later Meeuwis. Met de neven een prachtig pand. Toen sigarenfabriek en later wordt het de EDA. Daarneven café de Buurs, waar nu makelaar Witte en Verheul zit. Vanaf de Langstrot een gezicht op een meiretje, met links nog eens in Den Zwaan, wie er op het oord staat hoes. Op die foto uit 1910 kijk je vanaf het balkon van het oord staat hoes in de Langstrot, bij het wiet erop het turenke van de zusters Urseline. Het klooster van de zusters Urseline. De zusters hebben een flinke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het onderwijs in Weert. Veel vrouwen zullen die zusters Urseline op een foto nog wel kennen. Meer Lucie en meer zuster Canisia, die lesgroeven aan de 1920 opgerichte huishoudschool Sint Anna. Een schoon gezicht op de binnenhoef van de zusters Urseline, met enkele pensionaire, hoeveel aan de Van Berlustraat een pensionaat worden gebouwd. Lol in de snee in de hoef van het klooster van de zusters Urseline, hoe dat je een ritje kost maken met een arslee. De schoolgebouwen links op een foto zijn in de jaren 90 afgebroken.
Hij stond nu appartementen. Volgende maand weer een nieuwe aflevering van Weert zoals het was. Die zal voor een groot deel in het teken staan van de vastelovend. En met Albert Keeser van AK Multimedia praten we vandaag over nieuws op het gebied van computer, hardware en software. Albert, in deze uitzending wil je het met ons gaan hebben over de router. Daar hebben we het al eerder over gehad. Waarom toch weer de aandacht daarvoor? Ja, waarom gaan we weer toch kijken naar het routergebeuren? Vanwege het feit dat de nieuwere draadloze apparatuur die we bij de mensen thuis kennen, zoals tablets, nieuwere notebooks, telefoons en dergelijke, met de routers van enkele jaren oud toch problemen hebben en dit weer extra aandacht behoeft. Waarom voldoet die router dan niet meer? De oudere routers werken met een ouder protocol. Dat oudere protocol wordt eigenlijk in de nieuwere apparatuur niet meer gebruikt. Waardoor er dus snelheidsverschillen of dat er wegvallen van internet ontstaat op de routers die de mensen nu gebruiken. Ja, en komt het ook door de toename van het aantal mobiele apparatuur in een huis? Hè? Bijna alle gezinsleden hebben al een telefoon, een iPad. Dat klopt, dat heeft er ook mede mee te maken. Hoe meer van die dingen dat er zijn, hoe meer er aanvraak wordt gedaan naar die router met betrekking tot de internetsnelheid. Nou, hoe meer mannen dat doen, hoe drukker dat het wordt. Zelfs op een autosnelweg, dan gaat uiteraard de snelheid gaat omlaag of hij valt uit. Nou, en dat willen we niet. En daarom dat er dus een nieuwere generatie routers is, met dat nieuwere protocol ook, wat dus dat verhaal wel ondersteunt en wat dat verhaal dus wel fatsoenlijk kan verdelen, zodat iedereen zijn internet heeft, maar ook als ze allemaal tegelijk erop zitten, zijn internet houden. Heeft dat ook met het glasvezel te maken? Onder andere ook, want glasvezel maakt het voor de mensen mogelijk hogere snelheden in huis binnen te krijgen. Nou, de routers van een aantal jaren geleden, die kennen daar uiteraard ook nog niet 100% de weg mee. Dus die combinatie mag je inderdaad ook zeggen dat uiteraard meespeelt. Dat klopt. Ja, dan krijg je natuurlijk de irritaties dat het wegvalt of dat je boven bijvoorbeeld geen ontvangst hebt. Hoe gaan we dat oplossen? Nou, dat verhaal inderdaad, dat zijn dan de klachten waar inderdaad de mensen mee binnenkomen. Van god, mijn apparaat of mijn tablet ontvangt niet goed. En men denkt dan aan de tablet, maar het is altijd te herleiden naar de router. Wat wij dan doen, is uiteraard heel makkelijk gewoon kijken samen met de klant wat voor apparatuur dat er is en wat voor problemen dat er zijn. Aan de hand daarvan gaan we kijken welke router dan in dat verhaaltje het beste past. En dan gaan we die router echt gewoon vervangen voor een andere router die dat wel aan kan. Ja, je zegt, dan gaan we kijken welke router het meest daarbij past. Wat zijn dan de verschillen? Ja, je moet eigenlijk zo zien, Monique, dat de routers, hoe duurder dat ze worden, hoe meer dat ze tegelijkertijd aan kunnen en hoe krachtiger dat ze zijn. Daar bedoel ik dus mee, heeft een klant één notebook, één tablet en een computer, dan is eigenlijk de basisversie voldoende. Maar heeft de jeugd in huis bijvoorbeeld allemaal een telefoon en een tablet en zijn er misschien wel een stuk of 10, misschien nog wel meer van die apparaten, dan geniet die hogere router de voorkeur. Ja, kun je iets aangeven van prijsindicatie? Waar moet je dan aan denken? Ja, de basisrouter, dan moeten we denken vanaf €50. Die is eigenlijk bedoeld voor de eerstgenoemde situatie. En die tweede, waar hier ook mooi uitgepakt exemplaar van op tafel staat, met 3 van die grote antennes erop, de duurdere, die bereikt in een prijsklasse tot €75. Is het zelf te installeren of doen jullie dat? Het is voor de ervaren gebruiker absoluut te installeren, maar uiteraard, omdat zo'n router ook beveiligd moet worden, is het wenselijk als u daar enigszins twijfel over hebt om het gewoon door ons uit te laten voeren. Ik denk dus dat bij de aanschaf het belangrijk is om even contact met jou op te nemen. Ten eerste over het gebruik en daarna ook nog over de aanschaf en de installatie. Ja, dat klopt, Monique. Wij gaan dus kijken samen met de klant hoe en wat. Dan wordt er een afspraak gemaakt en wij gaan met de spullen naar de klant toe, zodat het fatsoenlijk, veilig, deugdelijk en ook volledig werkend uiteraard wordt aangesloten.